De molen is al heel erg lang buiten bedrijf. Je gaat hem weer werkend maken? Ik hoop het. In ieder geval gaan we hem weer opknappen. En ik hoop dat we hem te zijner tijd ook een keertje echt weer kunnen laten werken zoals hij hoorde te werken. Want het is een kunstproject eigenlijk, hè? Ja, het is een kunstproject uit 1996, wel enige tijd geleden. En het idee was dat die molen een pomp zou aandrijven, zodat elders in het veld fonteinen zouden spuiten. En dat zouden we heel graag weer in werking hebben. Gewoon omdat het leuk is? Ja, en omdat het een leuk kunstproject is. En wat zien we nou daar? In de verte zie je, als ik het goed heb, 7 zogeheten kleigijzers. En die kleigijzers hadden als functie om om beurten te spuiten. Dus er zou water opgepompt worden, dan zou het regelmatig, iedere 10 minuten of zo, zou dan één van die kleigijzers zou dan water spuiten. Echt zoals we dat kennen uit IJsland? Ja, een beetje hetzelfde idee inderdaad. Ja. Maar dan een kleigijzer. En dan alleen voor de lol, of heeft het ook nog een functie? Nou, ze hadden toen ook het idee van dat je op die manier ook bepaalde plekken in het veld vochtig zou kunnen houden. Dus dat je bepaalde vegetatie zou kunnen aantrekken. Alleen de maar is een beetje van, ja, het is hier al vrij vochtig. Dus dat is een beetje de vraag of het zoveel nut heeft. Maar het idee is natuurlijk, als je hier komt langs wandelen en je ziet ineens zo'n kleigijzer spuiten. Dat is natuurlijk wel een leuk beeld. Dus het zou heel leuk zijn als dat op de een of andere manier weer in ere hersteld zou kunnen worden. Heel bijzonder moment. Hij draait! Dat gebeurt niet vaak, hè? Nee, dat gebeurt niet vaak, inderdaad. Want omdat die ene vaan daar zo, die staat permanent uit de wind. Ja? Dus zodra er een beetje wind komt, dan draait de hele molen uit de wind en dan draait er dus niks meer. Maar hij draait nu heel even, inderdaad.